één middag. Het slapen ging ruk omdat we een waardeloos bed hadden en jongste zoon, nog geen jaar toen, was 's nachts onrustig. We kwamen al dus vermoeider weer om dan toen we van huis vertrokken en toch denk ik met enige regelmaat terug aan het weekje Bodensee. Vanwege één middag. De boerderij waar we een appartement huurden lag op een heuvel tussen de appelgaarden. Het uitzicht was prachtig en het weer zacht voor de tijd van het jaar. In het gangetje onder bij de trap stonden flesjes snaps, gestookt van lokaal fruit en daar mochten we, naar believen, gratis van proeven. We maakten tripjes naar Legoland en Ravensburger Spieleland, waterfietsten over de Bodensee en keken bij een oude locomotief, maar dat alles is niet waar ik vooral aan terugdenk. Waar wel aan is aan die ene middag dat oudste zoon op het erf speelde met een Duits jongetje. Ze kenden elkaar niet, spraken elkaars taal niet, maar werden voor even de beste vrienden. In een bestek van 5 minuten creëerden ze, zoals kinderen dat kunnen, een geheel eigen wereld. Ik zat erbij en ik keek ernaar. Er werden nauwelijks woorden gebruikt, het ging met knikken en gebaren, slechts 1 enkele keer moest ik vertalen. Het is het wonderlijke aan kinderen die, hoewel van nature op zichzelf gericht, binnen een paar minuten de beste vrienden kunnen worden met iemand die ze na 1 middag nooit zullen weerzien.